Deze kroeg op de hoek van de markt in Assen is bij veel Drenthe bekend onder de naam Cozy Corner. Maar die naam is inmiddels van de gevel, want ook dit café ging failliet. Onder de naam Lodewijk Napoleon wordt het nieuw leven ingeblazen. Uitbater Ronald Obbers weet dat het anders moet dan 10, 20 jaar geleden. Ja, we proberen hier gewoon een mooi bruin café, het authentieke karakter wel te behouden. Maar wel met foto's en andere kleuren, zeg maar, een vernieuwend aspect eraan te geven. Obbers zoekt verder samenwerking met andere organisaties in de stad, zoals het Drents Museum en de Nieuwe Kolk. Gasten krijgen bijvoorbeeld korting op het parkeren. Alleen een biertje tappen, dat is te weinig. Nou ja, dat biertje tappen is ook heel belangrijk, maar ik vind zeker het ontvangst als de gast binnenkomt, op het moment dat hij weggaat, dat hij echt een voldaan gevoel heeft. En dan weet ik wel dat dat niet iets nieuws is, dat heeft iedereen, maar dat zijn toch wel hele belangrijke aspecten om nog meer als vroeger om mee bezig te zijn. Obbers is ook binnenstadsmanager en hij is toch wel verrast door de cijfers van het Bureau voor de Statistiek. 1 op de 5 kroegen dicht, dat is niet niks. Ja, daar schrik ik wel van. Ik had het ook niet verwacht, want ja, ik ben toch echt georiënteerd in Assen. Ik zit daar ook vrij veel in de horeca en ik ga ook wel regelmatig uit eten. En dan merk je daar toch niet zoveel van hier in Assen, moet ik zeggen. En nou ja, als je hier ook kijkt op de markt, maar ook de diverse horecapleinen die zich langzaam ontwikkelen in de stad. Ja, denk ik dat wij in Assen heel goed bezig zijn op het gebied van horeca.